Goedemiddag dames en heren, het is woensdag 27 juli 2016. Welkom bij Nieuws 1. De dag der inheemsen op 9 augustus is door de Verenigde Naties ingesteld en wordt in Suriname als een nationale dag gevierd. Vooral tijdens de koloniale periode hadden de inheemsen een achtergestelde positie en werden ook niet als een bevolkingsgroep erkend. Albert Helman zei het volgende hierover. Nou, die tijd die was ook bepalend voor de hiërarchie van de mensen. De Europeanen die stonden bovenaan, want die waren gekomen. Over de Indianen werd niet gesproken, dat die er vooraf waren. Dat werd je ook helemaal niet bijgebracht eigenlijk. Je had dus eerst de Europeanen en die hadden de slaven gebracht. Dat waren dus de negers. En daarna, in de tijd rond 1850, kwamen de eerste immigranten. Dat waren Chinezen. Die stonden ook nog vrij hoog. En na de Chinezen kwamen de Brits-Indiërs, de Hindoestanen. En pas daarna kwamen de Javanen. Die stonden dus helemaal onderaan de ladder. En dat was eigenlijk de indeling die je ook min of meer natuurlijk vond. De voorzitter van het Surinaams Inheems Platform, Audrey Christiaan, wil nu ook dat bij wet wordt erkend dat de inheemsen de eerste bewoners waren van Suriname. We komen wel voor, we worden wel genoemd, maar wat er verder moet gebeuren is dat wij ook vanuit de regering de wettelijke erkenning moeten krijgen. Omdat nu dat het gedragen moet worden, ook door de rest van de samenleving, de Surinaamse samenleving. Dus er moet ook niet alleen gesproken worden dat wij er zijn, maar dat wij er ook die erkenning krijgen. En dat is wat wij de regering ook vragen. Ja. Leg me heel even uit met de erkenning. Meestal hebben we ook erkenning dat we denken grondrechten. Maar is het meer dan dat alleen? Het is inderdaad meer dan dat alleen. Ik heb het daarnet gezegd. De wettelijke erkenning dat het moet komen in de constitutie van Suriname. Maar daarnaast Wat bedoelt u met die wettelijke erkenning dat het moet komen in de constitutie van Suriname? Ik bedoel daarmee, het moet worden geplaatst in de grondwet van Suriname. Dat wij de eerste bewoners zijn van Suriname. En dat is de erkenning die wij van de regering eisen. Van erken ons nou eindelijk en zeg niet dat wij de eerste bewoners zijn, maar schrijf het op zodat het ook geleerd kan worden aan de kinderen van de school. Van dat wij inderdaad de eerste bewoners van hier zijn. Dat wij de inheemse zijn. Zoals de VN zegt, meneer Albert Helman praat over Indianen. Omdat het toen daar genoemd werd. Maar tegenwoordig praten wij dus over inheemse. En dat is dat onze rechten internationaal zijn erkend. En de regering van Suriname moet dat dus nu ook ertoe eindelijk overgaan. Om dat ook vast te leggen in de grondwet van Suriname. Oké, ja, dan hebben we dat van de wettelijke erkenning begrepen. Nouansabi, Wapsernang, enige wanneer het pistinkba. We zijn al 40 jaar plus onafhankelijk. In Ingidorpo, daar wabi scoro, wat losani in Ingidorpo, wabi Ingisa ook toe de stroomwetenschapper en zo. Zijn we toch wel geklemd op die maatschappelijke ladder? Wel, als we per individu kijken, zien we dat er toch wel enige vorderingen zijn geboekt met betrekking tot de maatschappelijke ladder. Maar binnen de groepen zelf zien we dat het niet wezenlijk is veranderd. We praten dus over onderwijs. Toevallig is dat van het jaar is dat het thema van de VN, de right to education. En als we dus kijken naar Suriname, zien we, Suriname is vreselijk groot. Het staat dus ook in de grondwet van Suriname, de toegankelijkheid is er voor de Surinamers, voor iedere burger van Suriname. Maar wat betreft de inheemse zien wij dat de toegankelijkheid en de bereikbaarheid toch wel een probleem is. En dat moet worden weggewerkt. Dat is een barrière die er is wat ontwikkeling voor de inheemse in het achterland van Suriname in de weg staat. We moeten er naartoe werken om die ontwikkeling, die barrière, weg te werken. Zodat er nu ontwikkeling inderdaad voor iedere burger van Suriname is. De indruk bestaat dat ondanks de economische crisis de ondernemers nog steeds belangstelling hebben voor de woningbouw. Zo hebben meer bedrijven zich aangemeld voor de bouw- en woonbeurs, welke gehouden wordt in het Flamboyant Park van 5 tot 10 augustus.
Ja, de prijzen zijn de lucht in gegaan, maar er moet nog steeds gebouwd worden. Er zijn nog steeds ondernemers die bouwproducten en diensten aanbieden. En die hebben een platform nodig om bekendheid te geven aan hun producten en diensten. Dus vandaar dat we de beurzen hebben laten doorgaan. En ik moet zeggen, de exposanten, de bedrijven, die waren enthousiast om, voor de zesde keer, ondanks de crisis, toch nog te staan op de beurs om die informatie te brengen naar de gemeenschap. Ja. Wat ik wil weten is het op te merken dat er een enige terugval is te bespeuren binnen de bouwsector in Suriname? Wanneer u zo praat met de verschillende ondernemers? Ja, inderdaad. Er zijn heel wat projecten on hold gezet. Maar er zijn ook andere projecten die op gang komen. Dus op zich is er dan hoogstwaarschijnlijk, ik heb geen onderzoek gedaan daarna, maar het lijkt wel een evenwicht te hebben. Kijk ik naar aantal exposanten die zich hebben aangemeld, dan hebben we eens een groei van dus, exposanten. Maar daarmee kan je dus niet peilen of er meer gebouwd is of minder. Ja. Daarmee kan je alleen maar peilen dat er meer aandacht nodig is voor die groep, voor de exposanten, voor de bedrijven. Ja. Die zoeken dan meer aandacht. En dit is een uitstekende plek, platform, de Bouw- en Woonbeurs, om dan bekendheid te geven toch, aan, aan de diensten en producten. Ja. In 2015 is de vijfde Bouw- en Woonbeurs gehouden. Ja. Wat waren toen de uitdagingen, meneer Gangaram Pandé? Nou, toen was er heel veel innovatieve bedrijven, dus met nieuwe producten en nieuwe mogelijkheden om te kunnen, bouwen in Suriname. Ja. Die waren flink gepromoot en ik moet zeggen, toen speelde er ook dat er heel wat daken wegvlogen. Ja. Men had ook daarop ingespeeld. Ik weet niet of we moeten zeggen, afgelopen tijd, ik las gisteren wel een artikel dat er in de districten wel hier en daar wat daken zijn weggevlogen. Maar ik moet zeggen dat we dus die berichten dit jaar veel minder hebben gehad dan vorig jaar. Dus het zal wel een effect hebben gehad dat mensen beter zijn gaan letten op hun dakconstructie, et cetera. Er komen zelfs real, echte modelwoningen dit keer op het terrein, zodat mensen dus live kunnen zien hoe ze kunnen wonen. Helemaal ingericht met garageauto, alles. Dus dat wordt wel een, iets anders dan vorige jaren. Ik zelf, toen ik die plannen zag, dacht ik bij mezelf van, men gaat zich afvragen, is er wel crisis in Suriname? Als we zo naar de beurs gaan kijken. Hillary Clinton is bij de Democratische Conventie in Philadelphia formeel verkozen als presidentskandidaat van de Democratische Partij. Bij de telling kreeg Clinton de benodigde 2.382 stemmen. Het was al duidelijk dat Clinton de nominatie zou krijgen. In de afgelopen maanden hadden genoeg gedelegeerden zich achter de voormalige minister van Buitenlandse Zaken geschaard tijdens de voorverkiezingen. Geschiedenis, schreef Clinton op Twitter als reactie op het nieuws. Sanders, die zelf 1865 stemmen op de conventie kreeg tegenover 2842 voor Clinton, sprak als laatste bij het tellen van de stemmen. Hij pleitte ervoor dat Clinton unaniem werd gekozen. De leiding ging daarmee akkoord en het publiek riep luidkeels ja op de vraag of Clinton de nieuwe kandidaat moet zijn. Clinton is hiermee officieel de eerste vrouwelijke presidentskandidaat ooit voor een van de twee grote partijen in de Verenigde Staten. Ze moet enkel nog de nominatie accepteren. Dat is een formaliteit die ze waarschijnlijk donderdag zal doen tijdens haar acceptatiespeech. Meer dan 500.000 jongeren uit de gehele wereld wonen de Wereldjongerendagen, WJD, bij, die afgelopen maandag werden geopend in het Poolse Krakau. Paus Franciscus zal morgen in Krakau arriveren. Hij leidt de slotwaken met getuigenissen van jongeren en de slotviering van zondagmorgen. Voor de slotviering verwachten de organisatoren tot 2 miljoen deelnemers. De organisatie van het evenement is in handen van het aartsbisdom Krakau en de Pauselijke Raad voor de Leken. Om de veiligheid van de deelnemers te verzekeren, zijn er uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen getroffen. De Poolse overheid werd tijdens de voorbereiding van het evenement even opgeschrikt toen er sporen van explosieven werden gevonden op de jas van een Irakees. Die verdachte werd aangehouden. De link met de WJD blijft voorlopig onduidelijk.
een controversiële wet die het mogelijk maakt voor jongeren om voor hun ouders te werken buiten schooltijden en tijdens de vakanties, is door het parlement in India goedgekeurd. Mensenrechtenorganisaties staan kritisch tegenover de wet. Ze zijn bang dat meer kinderen daardoor gedwongen worden te werken zonder dat daar zicht op is. De wet is juist bedoeld om kinderarbeid verder terug te dringen. Maar enkele uitzonderingen zijn erin meegenomen, omdat veel families deels afhankelijk zijn van het werk van hun kinderen. Een andere, voor de VN verontrustende uitzondering is dat kinderen tussen de 15 en 18 jaar voortaan in meer bedrijfstakken mogen werken. De mijnbouw en andere gevaarlijke industrieën zijn nog wel verboden. We zijn gekomen aan het eind van deze News 1-uitzending. Bedankt voor uw aandacht en tot morgen.